Oh, maar wat wilt u? Anders iets. Wat wilt u in vredesnaam? Anders iets, zeg ik toch, in lichte zonde. Ja, maar u wilt toch niet? Zeker wil ik dat, anders iets. Ja, maar u wilt dat spulje toch niet zomaar in de vijver doen? Pas op, dat kan niet. Pas op. Nee, ik eis van u. Wat ik eis? Ik eis. Bobby! Ik eis. En je hebt hier niks te eisen. Dit gat hier, dat heeft mijn grootvader nog eens raam. En ik zal er net ingooien van Willem. Dat hoor, dat is ons gat. Ja, maar ik heb gisteren net het huis hier gekocht. Nou, mooi, is even goed, Lucenkeeltje. En je bent hier gisteren pas komen wonen. En nou wil je vandaag al vertellen waar je hier mukt. Of niet mukt? Wat let me, of ik gooi ook erin. Zo in de kalk. Gaan we kijken. Stop. U kunt hier zomaar geen boom innemen. Die boom is van mij. Wat is hier aan de hand? Ze kappen hier zomaar een boom uit dit bos. Kappen. Mag je hier te praten over grappen? Ja, natuurlijk. Hou je nou eens rustig, jongens. Waar is er nu eindelijk aan de hand? Oh, hallo. Meneer, mag ik u misschien eens even wat vragen? Oh, natuurlijk. Altijd. Nou, dat is mooi. Weet u ook of hier professor Adriaanse woont? Oh, den Greskiel. Hoe zegt u? Ik zei den Greskiel. Het spijt me verschrikkelijk, maar ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik zei of ik den Greskiel bedoel. Greskiel? Ja. Nee, sorry, maar ik begrijp u echt niet. Den Greskiel. Ja, zeg hallo. Kunt u niet gewoon fatsoenlijk Hollands praten tegen mij? Fatsoenlijk Hollands? Wie praat hier fatsoenlijk Nederlands, maar geen Hollands? En het liefst nog fatsoenlijk Achterhoeks. Oh, nou ja, Ben je wel eens in Frankrijk geweest? Frankrijk? Oh, Frankrijk bedoelt u zeker, ja, hè? Frankrijk. Ben je daar wel eens geweest? Ach, oh ja. Oh, zo vaak al. Oh ja. Als een prachtig land, hoor, ja. En hoe praat hij dan tegen de Fransen? Ook Hollands? Nee, hè, natuurlijk niet. Ik kan uitstekend Frans, hoor, ja. Of praat hij net zo krinterig tegen die Fransen als tegen mijn van... Kunt u niet fatsoenlijk Hollands praten? Nou ja, zeg. Is dat nou weer voor flauwekul? Je mag toch in Nederland verwachten dat men fatsoenlijk Hollands kan verstaan, of niet? Hè? Dat is helemaal geen flauwekul. Wie praat hier niet alleen fatsoenlijk, maar wie bent hier ook fatsoenlijk? En eigenlijk zou je dat toch van alle Nederlanders mogen en kunnen verwachten, of niet? Nou ja, nou, zo heb ik het allemaal niet bedoeld, hoor, meneer. Zeg dan maar eens wat je beleven hebt. Nou, ik ben de assistent van professor Adriaanse en die is hier dus ergens komen wonen. Assistent? Ja. Oh, die helpt hem met gras. Met hooi. Nee. Ik verzorg zijn administratie, ja. Oh. Ja, en dan moet hij nog een aantal brieven signeren. En dat is hoogst noodzakelijk en daarom ben ik hem hals over kop nagereisd. Ja. Oh, helemaal naar de Rimboe. Nou ja, Rimboe, dat... Helemaal naar de binnenlanden waar ze niet eens fatsoenlijk Hollands kunnen praten. Nou ja, nou, zo heb ik het allemaal niet bedoeld, hoor. Nee. Maar weet u dan ook of hij hier woont? Ja, want kijk, op mijn briefje heb ik adres en er staat op Mottenkempersdiek 14. Ja, en daar naast de deur staat M84, dus ik snap er niks van. Dat is het oude nummer nog. Maar er woont hier wel een of andere Adriaan. Ja? Ja. En weet u dan ook waar hij is? Want ja, volgens mij is er niemand thuis, hoor. Ja, ik kwam daar net van Elderingaaf in de bus met een meiboom aan het zetten. Een meiboom? En daar was Bertus ook met de koets en daar was hij ook mee. Oh ja? Ja, is dat eens even. Ja? Volgens mij kunt Bertus daar met de koets weer aan. En oh? Er komt wel eens weer dat oude Adriaan daar bij opstaat. Echt waar? Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Nou, dan zal ik er maar eens even achteraan gaan, hè? Ja, dat doe ik ja, wel. Hoor, dan zie je hem vast wel, denk ik. Ja hoor, joe. Nou. Dag, hè? Ja, dag. Dag. Hoor. Nou, joe. Dag hoor. Hè?